Heb ik misschien onderschat ze verkeerd om. Dan zit dit dus op plastic. Dan vlucht de boel in de brandman. Ja. Dat wil ik het, hè. Veenstra knapt regelmatig meer werk van oren op. Zo'n 2010 is cv-installateur net meer een beschermde beroep en moet elke nieuw zelfs een chattel plaatsen. Je kan hier van stritten loeken die mooi een ketel plaatsen. Je kan ze van internet kepen. Je kan ze bij de bouwmarkt en waar helje en iedereen docht maar wat zeg maar. Twee jullie roen lonelijk schoon meer dan 70 mensen een koolstofmonoxidevergiftiging op door min installeren cv-chattels. Vlinier wordt het aantal al 10 heger. Tolsma verwachtte dat die groei trotset. Want dat er wat misgeert bij de installatie, verneem je dat net voor ten dagelijks. Het zijn een hele hoop tijdbommen die er was zitten, denk ik. En het is een kwestie van tijd dat er nog meer dingen gebeuren. Ja, ik denk het zeker, ja. De brandwacht wil dat er uit het regeerwaai weer eerst een monteur stelt worden. De installagebranche zucht dat ik wil zitten. Want collega's zonder papieren doen het werk vaak een stik wat keper. We hebben materialen op voorraad, we hebben apparatuur op voorraad. Dat werd gekeurd werd het alle jaar. En ja, daar word ik wel leuk om dat wij dan weten die hoe ben. En daarom is het misschien ook wel mooi dat er eens een keer nou in een bel loopt van joh, daar moet wat gebeuren.